Tyron Kongaat. Hoe lekker is deze overwinning? Deze overwinning is heel lekker. We sluiten het wel goed af met 3 punten, linker rijtje. Dus ja, dat was het belangrijkste voor vandaag. Ja, toch had ik het gevoel in die eerste helft. Het was een beetje, ja, wel weer dat goede spel van de laatste weken. Maar jullie weten het opnieuw niet af te ronden. Ja, dat ligt aan de focus bij ons. Bij ons was het in de eerste helft heel goed. Met name balbezit spelen, kansen creëren. En daarna, ja, tweede helft viel het een beetje weg. Kwam ook door dat we, zeg maar, naar binnen moesten gaan. Daar zag je het meest, maar op zich denk ik dat we wel gewoon goed kansen hebben gecreëerd. Ja, de tweede helft is het meteen een spektakel eigenlijk. Jullie krijgen meteen een penalty. Wat gebeurde daar precies? Ik zag het niet goed. Volgens mij was het een bal van Robert op Issa. En Issa nam hem heel goed aan, waardoor de keeper rechtsback volgens mij haakte op Issa. En van zijn penalty. Ja, dan kom je ook nog tegenover 10 man te staan. Want ja, ze krijgen daarvoor de rode kaart. Want Isaac komt zo doorlopen richting de doelman. Ja. Marlon schiet die binnen en dan die 2-0. Omschrijf hem eens. Een beetje op steen voor de bal. Ik maak een actie. Een beetje op zichzelf. En ik kwam gelijk 1-1 met de keeper. En ik dacht van die zit niet erin. Dan beginnen die supporters van alles te schreeuwen en te roepen. Dan wordt de wedstrijd stilgelegd en dat is niet echt in jullie voordeel geweest, heb ik het gevoel. Nee, dat is niet in ons voordeel geweest. We zagen ook dat toen de wedstrijd begon, dat onze focus een beetje weg was. Maar het viel op zich wel mee, een doelpuntje tegen. Maar uiteindelijk hebben we het wel gewoon goed opgelost. Ja, jullie krijgen dan nog kans om 1-3 te maken. Jullie hebben niet heel veel meer tegen gehad. Hadden jullie het eerder deze wedstrijd dood moeten maken, om het zomaar te omschrijven? Ja, we hadden zeker ook een kans gehad. En Kippensluis had een kans gehad, volgens mij de Robin Moulin ook een kans gehad. Dus we hadden zeker genoeg moment om het af te maken. Alleen dat is niet gebeurd, maar uiteindelijk gaat het om de 3 punten die we mee moesten nemen naar Leeuwarden. Ja, dat is gebeurd. Dus kun je lekker aan de kerst nemen. Ja, zeker lekker gaan genieten.